Ik ben Daan Bansjo en ik ben directeur bij taartenwinkel.nl. Ooit begonnen als stagiaire op de verkoopafdeling. Taartenwinkel.nl is een bedrijf dat begonnen is als een studieopdracht van Erik van Noord en Rogier Jansen. En zij hebben eigenlijk gedacht van hoe kunnen we vanuit een fleurop-principe taart bezorgen door het land. Dus ze hadden letterlijk een computer, een bank en een telefoon. En dan bestelde er iemand taart via de website en dan gingen zij de bakker in Groningen bellen om die taart te laten bezorgen. Ze zijn toen heel erg sterk gegroeid als zijnde de online banketbakker van Nederland. En dan komt eigenlijk weer de volgende stap in de onderneming en dat is dat we ervoor gekozen hebben om zelf te gaan bakken. De rest is eigenlijk een beetje geschiedenis. We hebben geen winkel. De website is echt onze winkel. En zoals jij in je winkel de etalage schoonmaakt, zal je ook moeten nadenken over de front-end van je webpagina. Onze webshop is gebouwd op het Magento-platform. Daar proberen we eigenlijk een all-in-one oplossing van te bouwen. En wat je ziet is doordat we eigenlijk heel veel van orderafhandeling tot facturatie, track and trace, communicatie met de klant op de shop was zo langzaam geworden aan de achterkant dat we moesten gaan uitwijken naar externe oplossingen. En zo kwam ik via mijn netwerk bij Hypernode terecht. Dat is een bedrijf op het eerste oog wat ja, heel mooi track record had voor het hosten van Magento oplossingen. Toen vertelde ze mij dat de verhuizing helemaal niet zo ingewikkeld was en dat dat vanuit Hypernode gewoon betaald, gefinancierd en geregeld werd. Dat was eigenlijk heel snel gepiept. En toen waren we verhuisd. En toen deed in één keer alles het weer. En toen waren we heel erg blij. Ja. Onze collega's die, ja, waren echt heel blij. Alsof ze een kerstcadeau eerder kregen. Omdat ze gewoon klanten snel konden helpen. De bakkerij snel van orders konden voorzien. Dus mocht iemand aan mij vragen van, goh, heb je nog een tip? Ja, dan, het is een beetje clichématig, maar dan zou ik wel zeggen van, praat eens met Hypernode als je een Magento shop hebt. Want dat is ons heel goed bevallen tot zover.